Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden met onze specialist Suleiman Öztürk. Naast dat PSV kampioen is geworden, zijn er ook twee andere ploegen kampioen geworden. Laten we beginnen bij City, die eigenlijk heel raar kampioen zijn geworden door niet te spelen. Nou ja, dat gebeurt vaker natuurlijk. Leicester City is een keer kampioen geworden toen Tottenham en Chelsea tegen elkaar speelden. En dat feest werd gevierd in de keuken van Jamie Vardy, legendarisch. En nu werd het gevierd in een pub, lokale pub in Manchester met Vincent Kompany als grote roerganger. Meer dan terecht lijkt me. Absoluut. De eerste helft van het seizoen was Manchester City weergaloos en wonnen ze bijna elke wedstrijd. En waren er een aantal kenners die zeiden dit is het beste voetbal ooit gespeeld in de Premier League. Dat is wel wat vroeg om te zeggen op basis van een helft van een seizoen. Maar ze zijn weergaloos en ze waren ook tegen Tottenham weer heel goed. Ze hebben even een dip gehad met die wedstrijd tegen Liverpool, waardoor zijn seizoen een beetje gekleurd wordt en een beetje een negatieve stempel erop gedrukt wordt. En terecht, want ja, het is natuurlijk niet fijn om in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld te worden. Maar op basis van dit seizoen een meer dan terechte titel. En het is Pep Guardiola weer gelukt naar Barcelona, Bayern München, nu met City. En ik begrijp de kritiek wel, dat mensen zeggen ja, kampioen met Bayern München, dat wordt ook bijna elke trainer. Maar niet elke trainer is kampioen geworden met Manchester City, want het is niet de zoveelste titel op rij. Hè. Leicester City is kampioen geworden, Chelsea is kampioen geworden. Vorig seizoen is City geen kampioen geworden met Guardiola. En hij heeft echt een manier moeten vinden om dat Engelse voetbal een beetje in de vingers te krijgen. Om die strijd om de tweede bal, de snelheid. Daar heeft hij een elftal op moeten verzinnen. Hij heeft natuurlijk heel veel kunnen kopen. 3 verdedigers voor elk 60 miljoen per stuk ongeveer. En dan zal er komende zomer vast nog meer gekocht gaan worden. Maar ja, een titel die City wel toekomt en die ze absoluut verdiend hebben. Ja, dan nog een ploeg die kampioen is geworden die ook grof geld heeft uitgegeven. Paris Saint-Germain, eigenlijk ook logisch hè? Kijk, het laat wel zien dat je een landstitel kunt kopen. Er is natuurlijk een bepaalde partij ingestapt vanuit het Midden-Oosten met het doel Paris Saint-Germain kampioen te maken. Nou, dat is de afgelopen jaren wel gelukt. Er zijn een aantal spelers tegen haar gegooid. Het is in de Champions League nog niet gelukt. Maar het is bijna onmogelijk om tegen dit Paris Saint-Germain een vuist te maken. Omdat als jij een leuke speler hebt, AS Monaco bijvoorbeeld, met Kylian Mbappé, dan wordt hij gewoon weggekocht. En dat geldt voor alle clubs. Dus Paris Saint-Germain is daar degene die de komende 10 jaar kampioen moet worden. Anders gaat er echt iets mis. We blijven even in Frankrijk, want ja, het is natuurlijk heel jammer dat we niet naar het WK gaan. Maar helemaal nu Memphis echt niet te houden is. Maar hij heeft natuurlijk bij Lyon nu een elftal gevonden wat ook een beetje in zijn dienst speelt. En hij speelt ook een dienst van ploeggenoten. Afgelopen weekend speelde hij meer in een rol achter de spits. Met Mariano Diaz voor hem. Ja, hij is niet alleen een doelpunt te maken, maar ook iemand die heel snel en slim zijn ploeggenoten weet te vinden. En daardoor zie je ook al die hele reeks met assists. En ja, op deze manier, we zeiden het vorige week al, rendement. Nou, hij blijft dat voortzetten. En op deze manier kunnen we het elke week over de pij gaan hebben. Dit is de pij die we willen zien. Dat hebben we wel een aantal keer geroepen. Maar op deze manier geweldig. En wie heeft het nog over randzaken? Niemand. Het is natuurlijk wel leuk als je Nederlanders in het buitenland een beetje oké ziet spelen. Ik heb ook genoten van Kevin Strootman in de Champions League wedstrijden tegen Barcelona. Ben ik in de derby van Rome weer speciaal op hem gaan letten. Was een wedstrijd die minder was. Maar het is toch wel fijn hè, als jongens als Kongolo bij Huddersfield Town erdoor komen. In de basis staan. Wijnaldum die het goed doet bij Liverpool. Dus het is wel fijn als je Nederlander bent dat je dat grote Europese voetbal bekijkt met al die miljoenen. Dat er ook af en toe een Nederlander meedoet. Dat is wel fijn natuurlijk.